Welkom. Wat fijn dat u weer bent. Het Seniorenjournaal heeft de volgende onderwerpen voor u uitgezocht. Als je je verveelt, zijn er vele bezigheden. Een van de dingen die je kan doen, is je vermaken met een leuke hobby. Hier een kleine greep uit de vele mogelijkheden. Ik zit hier bij een dame die is prachtige vlinders aan het schilderen. Wat is dit voor techniek wat je aan het doen bent? Dit is de techniek pampastels. En pampastels, dat is een krijt wat je dus kunt gebruiken voor, om alles mooi in te kleuren, maar ook om achtergronden te maken. Wij gebruiken dit al een hele poos en het komt eigenlijk uit Amerika. Maar ja, wij dames in Nederland willen daar dus ook graag van profiteren. Nou zie ik, u maakt zeg maar een stempel, kleurt dat in en knipt dat uit. Ja, dat klopt. Ik kleur het in en dan knip ik het uit. Ik fixeer het eerst. En fixeren is dat het niet meer afgeeft, want krijt geeft altijd af. Dan geeft het niet meer af. En dan kan je het uitknippen en dan kan je het verwerken op een kaart of op een doosje. Maar het is maar net wat je zelf wil. Nou, ik zit hier bij een dame achter een stand met prachtige beeldjes. Wat voor hobby is dit precies? Het is keramiek schilderen. En dat kan je in verschillende technieken doen. Want je kan, als je het beeldje helemaal zwart maakt, dan kan je de bovenlaag kan je gaan brushen, noemen ze dat. En dan krijg je dus de diepte in de beelden. Is dat zeg maar de zwarte tekening zeg maar, die je ziet? Ja, dat is als je een beeldje, je ziet daar bijvoorbeeld een vosje staan. En als dan de ondergrond zwart is en je gaat er met rood overheen, dan blijft het in de groeven blijft het zwart, waardoor je de structuur beter ziet. En hoe lang doet u dit al? Is dit uw hobby of is uw levensonderhoud, laat ik het zo zeggen? Nee, dit is nu een hobby en ik doe dat al 15 jaar. En wij maken zelf wel, gieten wij ook de beelden. En, zijn er ook favorieten bij? Nee, voor mij eigenlijk niet meer, nee. Nee. Ja, ik vind alles leuk. Nou, we staan hier bij een stand met allemaal poppetjes en kleine figuurtjes. Wat voor hobby is dit eigenlijk? Dit is werken met vilt. Het is gebaseerd op de antroposofische seizoentafels. Maar het is langzamerhand heel erg uitgebreid. Je kan van alles ervan maken. En verkoopt u nou bouwpakketjes of zoiets? Moet ik het zo zien? Ja, ik verkoop pakketjes om het zelf te maken en ik verkoop de losse materialen. En van sommige heb ik alleen patronen. Ja. En wanneer bent u gebeten door deze passie, hobby? Nou, dat is al bijna 20 jaar. En ja, als je er eenmaal mee begint, dan moet je uitkijken, want het wordt een verslaving. Maar je kan slechtere verslavingen hebben.
Dus alleen maar erg leuk. En waar houdt u inspiratie vandaan? Want die gaat alle kanten op, zag ik. Ja, maar ik ben wel heel erg gebaseerd op de seizoenen. Ja. Dus nu heb ik voorjaar Pasen bij me. En de zomer al een klein beetje. En in de herfst heb ik gewoon weer een heel ander assortiment. U heeft uw uil gevonden. Ja. En wilt u ze nou ook zelf gaan maken of ja, doet u het dan? Ik ga hem ook zelf maken. Ja? Ja, zeker weten. En wat vindt u ervan om hier op zijn beurs rond te lopen? Ja, heel erg leuk. Ja, het is oneindig met die kaarten. Ja, heel erg gezellig. Drie dagen kans. Drie dagen kans, maar ik kom maar één dag, want dan is mijn portemonnee leeg. En vilt u zelf ook veel? Ik vilt, ik doe met karton, ik doe met foam kaarten maken in alle soorten. Met de handen. Juist, ja. Als lopen niet gaat, dan zal je wat anders moeten. Dus. Ja, maar de handen kunnen bijzondere dingen. Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. En ja, dat inspireert je weer voor nieuwe dingen. Wat zijn ze nou precies hier aan doen? Ze zijn hier aan het droogfilten. Dat is een techniek om schapenwol, pure schapenwol, in een 3D-vorm in dit geval. We hebben, als ik deze even pak, maken we hele leuke taartjes van verschillende vorm. Dit is er eentje, maar je kan ook op deze manier iets maken. En de mensen leren hier om de basistechniek van droogfilten in een 3D-vorm te doen. En ik zie ook, het werkt ook heel erg therapeutisch. Ja, het kan heel rustgevend werken. Dus ja, mensen worden daar rustig van en hebben gelijk daarna een leuk cadeautje om zelf te houden of te geven. Zo, als je niemand verwacht, is het altijd verdacht. Dus, wat zou verzinnen? Laat ze niet binnen. Het Louis Couperus Museum heeft een bijzondere tentoonstelling. De Berg van Licht. Genoemd naar de gelijknamige roman van Louis Couperus. John Silvius, voormalig hoofdconservator van het Haags Gemeentemuseum en samensteller van deze prachtige tentoonstelling, laat ons wat hoogtepunten zien. Deze boeket die staat hier niet per ongeluk, want die is een soort stille toespeling op het feit dat Couperus dit boek heeft geschreven in een periode dat hij woonde in Nice in Zuid-Frankrijk. En in Nice had je altijd het grote feest van de eerste mimosa's. En dat was een aanleiding om, wij spreken, de lente en de nieuwe bloei van het nieuwe jaar te vieren. En dat werd gevierd door uitbundig de mimosa's overal in fasen, maar ook in optochten en zo te laten zien. En dat was iets waar Couperus duidelijk van genoten heeft. Die omgeving van Nice was een hele vruchtbare plek voor hem om juist aan dit onderwerp te werken. Want Nice was een plek waar veel schrijvers uit Frankrijk
ofwel voor kortere of langere tijd verbleven. En Couperus was lid van een of ander soort literair gezelschap, waar die schrijvers, als ze een voordracht kwamen houden, ook kon ontmoeten. Dus hij kon ze ook bij wijze van spreken vragen stellen of luisteren naar wat ze te vertellen hadden. En op die manier deed hij dus nog extra inspiratie op voor zijn eigen plan om een roman te schrijven. Het was ook heel erg spannend om juist in die tijd daarmee bezig te zijn, want de romankunst, dat was niet meer een kunst voor dames die zichzelf een beetje verveelden en dat een lief schattig verhaaltje wilden lezen. Nee, romans waren wel degelijk ook heel diepgaand en dat was ook precies wat Couperus zichzelf voor ogen had gesteld. Toen hij dat boek van die Franse schrijver Lombard, La Bonnie, had gelezen, toen dacht hij, nou, die heeft me toch niet al het, alle mogelijkheden voor de voeten weggemaaid. Want ik wil eigenlijk veel meer schrijven over de geest, over de psyche van die Heliogabalus. Ik wil weten wat er in zijn kop omging. Wat was dat nou eigenlijk voor iemand? Was het eigenlijk een soort kunstenaar die zichzelf het meeste kon uiten als hij maar kon dansen? Of was het iemand waar hele andere dingen door in zijn hoofd speelden? Dus hij heeft geprobeerd om een soort portret van de geestelijke ontwikkeling van die jonge man te maken. En dat is iets wat we eigenlijk nu pas, als we dat boek gewoon aandachtig lezen, nog eens een keer opnieuw aan ons voorbij zien trekken. Maar wat dus in de tijd toen het boek werd gepubliceerd, zeker in Nederland, eigenlijk helemaal verloren ging. Men was alleen maar geraakt door het schandaal dat er allerlei wellustige scènes werden beschreven met alle details van weet ik wat erover, wat allemaal door die keizer aan wandaden werd gedaan, zowel op seksueel gebied als op, werden natuurlijk alle tegenstanders die werden zonder meer voor de leeuwen geworpen of op andere manieren vreselijk ten onder gebracht. En dat zijn dingen die op zichzelf naar de hand direct eigenlijk al na de dood van die keizer vast zijn gelegd. Dus er zijn Romeinse geschiedschrijvers na de dood van Heliogabalus die alle zwarte verhalen nog eens een keer flink uit de doek hebben gedaan, waardoor dus de reputatie van Heliogabalus ook in de eeuwen daarna nog steeds heel zwart is gebleven. Een van de verhalen die de ronde deden over Heliogabalus was dat hij op een gegeven moment een aantal gasten had uitgenodigd voor een groot diner, een groot festijn. In die tijd werd er nog liggend gegeten, dus je lag aan een dinertafel. Dus je ziet hier de keizer met zijn gezelschap, zie je dus aanliggen aan een tafel, terwijl er de heerlijkste spijzen worden geserveerd en ook nog mooie meisjes staan te fluiten om het gezelschap op te vrolijken. En wat gebeurt er ineens? Boven de gasten is een soort groot doek gespannen en op bevel van de keizer wordt dat doek ineens losgelaten en dan vallen er werkelijk bergen rozenblaadjes vallen over de gasten heen, maar op een zodanige manier dat ze zelfs geen adem meer konden halen. Dus terwijl de keizer dat eigenlijk misschien maar een leuk grapje vond, stikte gewoon de gasten in de rozenblaadjes die hij over ze liet uitspugen. En een Nederlandse kunstenaar die in Londen woonde in diezelfde periode van Couperus, die heeft daar een groot schilderij van gemaakt. Dat grote schilderij dat hangt niet in het Couperus Museum, maar wel een hele mooie reproductie, zodat je kunt zien wat hij wilde laten zien over die decadente en ook boosaardige streken van keizer Heliogabalus. Bij een andere gelegenheid, ook weer tijdens een diner, werden de gasten die werden opgeschrikt door een aantal panters die zomaar ineens in de zaal werden losgelaten. En dat waren panters, die hadden een hele tijd niet gegeten. Dus die stortten zich met alle hongerigheid van een panter op die gasten. En die proberen dus op alle mogelijke manieren door op de tafels te springen of zelfs in de kandelabres te gaan hangen, proberen ze dus die wilde beesten te ontwijken. Dus hij zat vol met boosaardige initiatieven, waarschijnlijk om zijn eigen verveling te verdrijven. Maar ja, dat daar ook slachtoffers bij vielen, dat wist hij natuurlijk wel. Maar hij vond het eigenlijk alleen maar leuk. Dus dat zie je ook in die tekening. Je ziet dat hij die dieren gewoon met open armen verwelkomt. En dat hij dit een onderdeel van zijn idee van een mooi feest. En dat heeft natuurlijk heel veel kwaad bloed gezet. Gaf op een gegeven moment toch de Romeinen ook het idee dat het misschien niet zo prettig was om deze man als keizer te hebben.
Hier zien we nog een andere afbeelding, ook weer in dat boek Jean Lombard. Daar is ook weer een feest aan de gang. En de gasten die worden afgeschrikt doordat er ineens een hele groep wilde leeuwen die worden losgelaten op het gezelschap. En ze vluchten een trap op om te kijken hoe ze nog zichzelf in veiligheid weten te brengen. Om niet opgegeten te worden door deze wilde leeuwen. Hier opnieuw een afbeelding van de dansende keizer. We zien hem weer helemaal gehuld in de meest prachtige gewaden, allerlei schitterende stoffen om zich heen. En in zijn haar draagt hij dus ook nog de lauwerkrans om te laten zien dat hij de keizer is. En zijn gezelschap volgt hem en danst met hem mee terwijl hij zich laat zien aan het volk. Want hij was ook echt wel iemand die heel graag optrad en zichzelf graag toonde aan de menigte. In dezezelfde vitrine zien we ook het prachtige handschrift van Couperus. Want Couperus was niet iemand die een tikmachine gebruikte als hij een boek schreef. Ze bestonden nog maar net, dus het was ook nog iets nieuws in die tijd. Maar Couperus die hield ervan om gewoon met de hand geschreven boeken te schrijven. Het is fantastisch dat zijn handschrift bewaard is gebleven. En hij kocht altijd in Noordeinde bij een speciale papierwinkel, kocht hij speciale inkt waarmee hij zijn romans met de pen schreef. In Nice woonden niet alleen schrijvers, maar ook veel beeldende kunstenaars. Eén daarvan moet ook zeker een kunstenaar zijn geweest die Couperus ook heeft gekend. In ieder geval, er is een heel duidelijke parallel, ook weer met het thema van Heliogabalus, die hier wel in een heel vrouwelijke vorm zich staat op te maken voor een toilettafel. En ja, je moet er echt bij vertellen dat het een keizer moet zijn. En wat ook verder heel vreemd is, is dat er op de achtergrond allemaal mannen met hoge hoeden en rockkostuums bij elkaar gedrongen staan. Dus het is een vreemde fantasievoorstelling, maar tegelijkertijd ook weer een gedachtegang van een op zichzelf ook enigszins decadente kunstenaar die probeert een beeld te vormen van hoe die Heliogabalus ongeveer eruit zou moeten hebben gezien. Dankzij het feit dat er een aantal mooie stripverhalen zijn gepubliceerd, kunnen we eigenlijk een heel mooi uitgetekend beeld krijgen van hoe Rome eruit zag in de tijd van Heliogabalus. Dit is reconstructie van het oude Rome met al zijn prachtige tempels met zuilen en standbeelden. En op de voorgrond zien we ook de senatoren, de mannen die het voor het zeggen hadden in het oude Rome. En dat waren natuurlijk niet allemaal, laten we zeggen, de beste vrienden van Heliogabalus. Dus hij kreeg ook wel veel tegenstand over zijn beslissingen en over zijn manier van regeren. En op den duur kwam er dus ook steeds meer weerstand tegen zijn regime. En dat was dus natuurlijk een van de dingen waar Couperus ook over schreef. Dat langzamerhand natuurlijk allerlei grenzen werden overschreden van wat de Romeinen en zeker ook de aanzienlijke families allemaal wensten te verteren van hem. En ze beschouwden natuurlijk hem ook als een buitenstaander, als iemand die zomaar binnen was gedragen en dankzij de gunst van het leger zijn macht een tijd lang kon uitoefenen. Maar daar kwamen natuurlijk toch langzamerhand stemmen op om een eind te maken aan zijn doldrieste regering. Een van de hoogtepunten moet zijn geweest het moment waarop Heliogabalus zijn entree maakte in Rome. Dus hij kwam uit verre Syrië en hij werd als een soort halfgod, werd hij de stad binnengedragen op een soort groot baldakijn. En op de achtergrond was ook die zwarte steen was te zien, maar er volgden zelfs olifanten in zijn stoet. En naakte danseressen die dansten om zijn stoet heen. En de deftige families van Rome, die zien we hier in een soort loge helemaal verbijsterd toekijken naar wat nu weer voor een vreemde keizer ze was uitgekozen om over het hele Romeinse Rijk te regeren. En ik vind dit een erg mooie illustratie. Het is voor 90% natuurlijk de fantasie van de illustrator, maar gebaseerd op het boek van Lagonie van Lombard.
En die beschrijvingen van dat soort scènes, die hebben zeker bijgedragen tot de prikkeling van de fantasie van Couperus zelf. Couperus was echt iemand die met zijn taal, met zijn woordgebruik, een hele sfeer, een heel gebeurtenis kon oproepen, alsof je naar een film kijkt. Ik vind dikwijls dat Couperus in zijn manier van schrijven vooruitloopt op de bewegende film, die in die tijd eigenlijk al heel voorzichtig een rol begon te spelen. Het leuke van deze tentoonstelling is dat we uit die hele vroege tijd van de film ook een voorbeeld hebben waarin de grilligheid van Heliogabalus in een bewegende film uit die tijd, zeg maar uit de beginjaren van de 20e eeuw, zichtbaar is. Dus die kunnen we hier op de tentoonstelling op een mooi scherm kunnen we die laten zien. Dus voor alle bezoekers is dat zichtbaar. En dat is heel interessant dat die figuur dus blijkbaar niet alleen voor schrijvers interessant was, maar zelfs voor hele vroege cineasten. Dit is het moment waarop de Zwarte Steen wordt binnengereden in het oude Rome, omgeven door priesters en door soldaten en door de menigte die dat allemaal met grootste verbazing staat te bekijken. En we moeten ons voorstellen, het was in die tijd was Rome eigenlijk een hele internationale stad met ook verschillende godsdiensten. Dus het was niet alleen een kwestie van de oude Romeinse en Griekse godenwereld, maar er waren eigenlijk allerlei andere godsdiensten ook tegelijkertijd al toegelaten. Zelfs ook het christendom. Soms werden de christenen ook wel vervolgd en voor het leven geworpen. Maar er waren ook toch wel christelijke gemeenschappen die gewoon toch konden bestaan. Dus in bepaalde periodes van het Romeinse Rijk was er een soort godsdienstvrijheid. En die godsdienstvrijheid die had ook invloeden vanuit het nabije oosten. We zouden kunnen voorstellen dat ook de manier waarop Heliogabalus zijn religie beleefde, zijn godsdienst beleefde, dat daar ook zeker elementen moeten hebben meegespeeld uit die oosterse filosofieën en godsdiensten. Hier zien we hem nogmaals in een soort juichende houding zien we hem staan. En hij begroet hier op dit moment een vriend met wie hij na de hand ook is getrouwd. Het was een wagenmenner en hij was heel erg gesteld geraakt op die wagenmenner. Op een gegeven moment heeft hij besloten om hun verbintenis ook werkelijk met een huwelijk te bevestigen. Uiteindelijk is dat allemaal slecht afgelopen, want die wagenmenner was helemaal niet zo verschrikkelijk toegewijd. En die gebruikte eigenlijk zijn positie om er zelf beter van te worden. Er zijn niet zoveel portretten uit de tijd zelf van Heliogabalus overgebleven. Het kan ook zijn dat na de val van zijn keizerschap dat er veel beelden vernietigd zijn. Maar een enkel beeld is bewaard gebleven. En dit is een beeld uit wat nu de collectie is van de Capitolijnse musea in Rome. En daar kunnen we eigenlijk toch wel heel goed zien hoe hij eruit moet hebben gezien. Een jonge man met een doorkomend snorretje en zijn baard begint net een beetje te groeien. Hij is heel zorgvuldig gekapt en je kunt bijna niet goed zien waar de lokken beginnen en waar misschien ook nog iets van bloemen of bladeren in zijn haar zijn verweven. En wat opvalt, dat zijn die hele vreemde starende ogen die we ook zien in dat portret van zijn grootmoeder. En dat geeft ons dan toch de indruk dat het een heel goed gelijkend portret moet zijn geweest. Voor zover we daar natuurlijk 2000 jaar na data nog iets verstandigs over kunnen zeggen. Na 4 jaar regeren was het genoeg geweest. Er waren zulke vreemde dingen allemaal gebeurd, zulke afschuwelijke gebeurtenissen van verraad, moord en doodslag, dat het niet meer acceptabel was dat hij nog op de troon bleef zitten. Het leger, wat hem dus uiteindelijk zelf eerst had geïnstalleerd, op de troon had geholpen, zeg maar, dat was eigenlijk ook weer de groep die hem uiteindelijk ten onder liet gaan. En hij is dus echt op een vreselijke manier omgebracht in Rome. En hier zien we een voorstelling waar zijn laatste momenten ongeveer zijn afgebeeld. Hij is neergeslagen in een plek, ongeveer de meest
oneervolle plek waar je maar dood zou kunnen gaan, namelijk de latrines, hè, dus de publieke toiletten van Rome. Dat zien we hier ook op de achtergrond. En hij slaakt hier bij wijze van spreken zijn laatste kreet. En ook zijn familie wordt dan omgebracht en hij wordt meegesleurd door een woeste menigte die hem uiteindelijk in stukken hakt en hem de resten van zijn lichaam in de Tiber werpt. En dat zien we hier dus ook prachtig afbeeld in deze laatste scène uit het vreemde leven van Heliogabalus. We maken hier als het ware kennis met Couperus zelf. Hij staat hier keurig gekleed zoals hij zich graag aan het publiek presenteerde als hij voorlas uit zijn eigen werk. We staan hier naast zijn bureau en boven zijn bureau hangt tegen een mooi, bijna Romeins aandoend behang hangen nog twee prachtige voorstellingen van de wagenmenners die een groot publiek wisten te trekken in het oude Rome. En, het is vooral natuurlijk voor Heliogabalus van belang om erop te wijzen dat een van die wagenmenners ook zijn hart had gestolen. En dat hij dus met veel plezier keek naar de prestaties van al die woeste paarden en die snelrijdende karren. Die in een hoge snelheid op een speciaal daarvoor aangelegd theater, een speciale racebaan, hun prestaties toonden. Couperus weet dat allemaal op een geweldige manier tot leven te roepen. Je hebt werkelijk het idee dat je hand aan hand met hem meegaat door het oude Rome. Couperus was in zijn tijd een uitzonderlijke figuur. Hij werd wel een dandy genoemd omdat hij veel aandacht besteedde aan zijn uiterlijke verschijning en altijd keurig gekleed was en graag ging flaneren op het Lange Voorhout als hij in Den Haag verbleef. Er is ook een standbeeld van hem voor hem opgericht waarin we hem als een soort flaneur zien rondgaan. En daar is, hij staat dus op het Lange Voorhout nog steeds te midden van de Hagenaars waarvan hij het gevoel had dat hij er ook één van was. Een van zijn bekende uitspraken is: zo ik iets ben, dan ben ik een Hagenaar. Dus hij is echt een grote schrijver, maar ook vooral een Haagse schrijver die, als het niet over de Romeinse oudheid ging, ook het Haagse leven op een schitterende manier in beeld wist te brengen. Zijn beroemdste jeugdboek, dat was Eline Vere. En dat is nog steeds is dat een prachtig boek om te lezen. Maar ook zijn latere boeken, die voor een deel ook in het oude Nederlands-Indië spelen, dat zijn juwelen om te lezen. En wat vooral opvalt is het grote talent wat Couperus had om de gesprekken van mensen weer te geven en dus hun woordkeuze, de manier waarop ze zich uitdrukken, om dat op een schitterende manier vast te leggen. En daarom is Couperus ook niet een verouderde schrijver, maar hij is een schrijver van alle tijden. Je hoeft maar even niet op te letten en je bent net die ene persoon die in een mail, betaalverzoek of sms van een internetcrimineel trapt. Dus als je gegevens moet invullen, eerst checken. Als je geld moet overmaken, eerst checken. Als je op een link moet klikken, eerst checken. Eerst checken, dan klikken. Kijk waar je op moet letten op veiliginternetten.nl. Maak het ze niet te makkelijk. Tja, ik blijf het toch zeggen hoor. Hiermee zijn we alweer gekomen aan het einde van deze aflevering. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.